gedaan aan alle verenigingen met een cheque van 250 euro te doneren. Met het gedachte erachter van het carnaval. Wij hebben als supportervereniging zijn en wij heel veel aan de carnaval gehad in de periode dat ik de stadsprins en de prins mocht zijn. En daarnaast ook hebben we heel veel contacten met elkaar opgedaan met alle verenigingen. Het geluk was natuurlijk ook dat wij binnen onze supportersvereniging alle leden hebben vertegenwoordigd die ook weer bij jullie verenigingen aanwezig zijn. Dus de lijntjes zijn kort en de waardering was gewoon van beide kanten heel groot. En vandaar dat we toen hebben gezegd van nou weet je wat, bij afscheid van mij doneren we dus elke vereniging met een cheque van 250 euro. Met natuurlijk de gedachte achter wat de heer Dalton net zei. Van samen het carnaval op gaan pakken, 55 jaar carnaval, dat komt eraan. Dat is nu eigenlijk iets uitgesteld, maar we hopen echt voor volgend jaar dat het wel door kan gaan. En 55 jaar carnaval, dat vier je natuurlijk inderdaad met elkaar en dat doe je gezamenlijk. Oh, mijn naam is Ronnie Maslink, ik ben dit jaar penningmeester geworden bij de FCT Hoxhamargen. En jij mocht dus geld uitdelen? Ik mocht het geld uitdelen, ja. Een leuke taak is dat. Als het niet van jezelf is, zeker, hè? Ja, ja, het is van de leden, hè? Dus ik bedoel, ja. Hoe is het bestuur er zo opgekomen om deze geste te doen naar de carnaval? Nou ja, dat komt met name door John. Weet je wel, John is dus de stadsprins geweest en die kwam dus met het idee, weet je wel, om de carnavalvereniging gezamenlijk een donatie te doen vanuit de FCT Hoxhamargen. En ze waren er heel erg blij mee, hebben we net gehoord, hè? Nou, dat bleek wel. Iedereen was zeer enthousiast. Het Wouter en Jordi van de carnavalsvereniging De Hola. En wij zijn blij vergoed om deze cheque in ontvangst te mogen nemen. Want vertel, waarom krijg je zo'n cheque? Nou, FC Twente Hoxhamargen heeft het aangeboden. We zijn natuurlijk heel blij met het aangeboden bedrag voor 55 jaar carnaval. Geen carnaval hier in het gemeentehuis, maar het komt nog wel iets, hè? Wij hebben aanstaande zondag met de eigen vereniging nog een feestje bij de residentie. En we gaan in het weekend van 8, 9 en 10 april gaan we helemaal los in de Loerderskerk, waar onze residentie een ander feest heeft. Heel veel zin in, denk ik, of niet? Jazeker. Voor mij is carnaval echt... Ja, ik zie dat er iemand nou begint mijn vraagtekens te hebben, maar nee, maar... Carnaval is voor mij feestvieren, zeker. Carnaval is voor mij ook echt de wereld op zijn kop zetten. Even alle formaliteiten van ons afschudden. Iedereen is gelijk. Ook tegen onze leden heb gezegd, destijds toen eigenlijk John afgetreden is en we de kei hebben verplaatst. En we deze cheque kregen, dat was in november. En toen ging de deur op slot. Dus dat was echt heel erg jammer, want eigenlijk zouden we al dit evenement al eerder hebben plaats laten vinden. En we zouden ook eigenlijk, tenminste dat was... Wel een beetje ons leidraad vanuit ons bestuur, dat we zeiden we moeten met elkaar de koppen bij elkaar gaan steken. Dus gaan kijken, wat gaan we hiermee doen? En zomaar 250 euro op je rekening krijgen gestort van een FC Twente Hoxhamargen, dat is niet niks. Zo kijk ik er tenminste tegenaan en zo kijkt ons bestuur er ook tegenaan. En dan mogen we best wel iets gezamenlijk weer voor terug doen naar de maatschappij van Haaksbergen. In de vorm van carnaval en in de vorm van verbintenis met elkaar. Vertel eens, wat zijn jullie eigenlijk voor club? Ja, wij zijn een supportersvereniging en wij regelen dus de thuiswedstrijden met bussen, dat de leden naar het stadion kunnen. En af en toe houden jullie ook van carnaval vieren? Nou, ik geloof niet dat het bij ons veel carnaval. Ja, net een John. Maar, en Ortink, ja, de heer Ortink. De heren Ortink zelfs, ja. Nou, ik vind het fantastisch dat jullie dit gedaan hebben. En er komt nog meer van. Hè? Ze willen iets aan Haaksbergenaren terug doen. Ja. Ik zou zeggen, ga zo door. Ja, nou, dat gaan we doen. Dat gaan we zeker doen.